Bewoners Nijmeegs stationsgebied stappen naar Raad van State. Elektrisch busje gaat op proef in de binnenstad rijden. En plannen bekend voor nieuw marktplein in Groesbeek. De hele nacht licht, geluid en trillingen. Dat is wat omwonenden aan het spooremplacement nabij het Nijmeegse station vrezen als de plannen van ProRail doorgaan. Die wilden namelijk 's nachts treinen gaan onderhouden en schoonmaken. De Nijmegenaren hopen nu dat de Raad van State aan de noodrem trekt. Fred van Mameren woont al jaren nabij het spoor en dat is tot nu toe goed te doen. En zo wil hij het graag houden. Dat wilt u ook wel, hè? Sst. Ja, dat klopt. Maar we zijn bang dat dat niet gaat gebeuren. Er komen op jaarbasis 21.000 treinstellen hier, die 's nachts schoongemaakt gaan worden. Toiletten moeten leeggezogen worden, noem maar op. De bewoners hebben al heel wat gesprekken gevoerd met ProRail en de gemeente Nijmegen. Maar er wordt niet naar geluisterd. We zijn al 2 jaar in gesprek. En nou, we kunnen niet zeggen dat we 1 millimeter opgeschoven zijn. Ja. En daarom stapten de bewoners donderdag naar de Raad van State. Ja, we hopen dat we daar gehoor krijgen. ProRail wil op dit moment niet reageren omdat het gaat om een besluit van het ministerie van de Infrastructuur en de zaak nu bij de Raad van State ligt. Ook de gemeente Nijmegen wil niet reageren omdat die naar eigen zeggen geen partij is in deze kwestie. De gemeente die heeft wel degelijk verantwoording ook voor de inwoners. En die moet zorgen hebben voor de inwoners. En wat hier gaat plaatsvinden, daar kan gewoon een hele wijk naar de knoppen helpen. In Nijmegen gaat er vanaf 1 oktober een Stadshopper rondrijden. Het gaat om een proef van een half jaar. De Stadshopper is een elektrisch aangedreven busje en rijdt in vaste route rond en in de binnenstad. Op verschillende haltes op de route kan er in en uit worden gestapt. De Stadshopper gaat in Nijmegen op 1 oktober in de proef. Dat is een busje die rondrijdt door het centrum om het zo toegankelijker te maken voor reizigers. De route van de Stadshopper staat hier achter mij op Nijmegen Centraal. Vanuit hier rijdt hij richting de Hezelstraat naar boven richting plein 44. De Stadshopper is een nieuw fenomeen in de stad. Nijmegenaren zijn er dus nog niet bekend mee. Stadshopper is een klein elektrisch busje dat dus een vaste route rondom het centrum gaat rijden en er kunnen 4 mensen per keer in. Hij gaat 4 keer per uur, dus mensen kunnen dan op de haltes wachten tot hij voorbij komt en dan instappen. Uiteindelijk komt de Stadshopper hier terecht op de Grote Markt, vanuit plein 44. Dit is het punt waar de mensen dicht bij het centrum zijn. Vanuit hier rijdt hij door, via de Modestraat en de bibliotheek richting het Valkhof. Op dit moment is het nog een proef, maar als het een succes wordt is de wethouder zeker van plan om er meer geld voor vrij te krijgen. Omdat we in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken om een verblijfsvriendelijke binnenstad te maken met minder ruimte voor auto's. Maar we willen wel dat onze binnenstad bereikbaar blijft. En we gaan kijken of dit busje, de Stadshopper, daar een aanvulling op is en echt iets betekent voor mensen die anders met de auto zouden komen. En we hebben die gegevens nodig om te bepalen of dit nodig is of dat het ook zonder dit busje zou kunnen. Dan gaan we met de gemeenteraad in gesprek of we hier meer geld voor vrij kunnen maken. Nu hebben we alleen geld voor de proef en gaan we dus met elkaar evalueren daarna. Er zijn verschillende redenen waarom de Stadshopper aan de orde wordt gebracht. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het heel belangrijk is om de stad wel, de binnenstad dan, het centrum groener te gaan maken en meer ruimte voor voetgangers. Maar daarbij ook de binnenstad bereikbaar te houden en daar is gekozen voor de pilot van een Stadshopper. Vanaf de bibliotheek komt hij hier achterlangs, het Valkhof, en gaat hij naar beneden richting de Wouwkade. Daar is nog 1 bushalte en dan rijdt hij weer door naar het Centraal Station, wat tevens ook het eindpunt is. Veel groen, veel natuur en iets minder auto's. Dat is de bedoeling van het nieuwe marktplein in Groesbeek. Dat blijkt uit een voorlopig ontwerp. Nadat er in 2021 aan de inwoners is gevraagd wat zij belangrijk vinden, is er dan nu eindelijk een ontwerp bekendgemaakt. Er zijn momenteel 70 parkeerplaatsen op het plein en dit wordt teruggebracht naar 24. Er komen ongeveer 15 plantenvakken waar kleurrijke planten ingezet zullen worden. En aan de kinderen is ook gedacht, want er is een fontein waar kinderen met dit mooie weer veel plezier in kunnen hebben. Aan de Bredestraat in Horssen komen waarschijnlijk 16 flexwoningen die voor een periode van 10 jaar blijven staan. Dit is de uitkomst van een initiatief dat vorig jaar is gelanceerd door dorpslijst Horssen met de bedoeling om flexwoningen te creëren voor jongeren uit het dorp. Normaal gesproken kunnen jongeren en starters in Horssen heel moeilijk woonruimte vinden vanwege het geringe aanbod en de hoge prijzen. Op deze wijze blijven jongeren toch behouden voor dit kleine dorp. De plannen voor de flexwoningen komen donderdag 15 juni aan de orde in de gemeenteraad van Druten. Nijmegenaren kunnen vanaf vrijdag opnieuw een subsidie aanvragen van brom- en snorfietsen van voor 2011 als zij hem laten slopen. De subsidie bedraagt €400 en als de brom- of snorfiets inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische fiets, wordt de subsidie aangevuld tot maximaal €800. Vanaf 2025 zijn deze brom- en snorfietsen niet meer toegestaan in de milieuzone in het centrum, het Hof van Holland en Heijendaal. Het totale budget voor dit programma is €100.000. Nijmegenaren kunnen vanaf vrijdag de subsidie aanvragen. Er gaan verschillende straten in het centrum van Nijmegen afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer tijdens de avond en de nacht. Het gaat om de Argsteestraat, de Modestraat, Van Welderestraat, de Tweede en de Eerste Walstraat. Vanaf 1 juli 2023 zullen deze wegen afgesloten zijn op dat moment. De afsluiting geldt van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en op koopavonden van 9 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. De belangrijkste reden voor de afsluiting is de overlast. De avond- en de nachtafsluiting wordt gerealiseerd door camera's op te stellen bij de straten, gecombineerd met bebording. Bij de Modestraat komt een poller, dat is een beweegbare fysieke versperring. Museumpark Orientalis meldt op Facebook dat ze inmiddels genoeg geld bij elkaar hebben verzameld om een nieuw busje te kopen. Tijdens de brand van enkele weken geleden werd hun enige busje waarmee ze bezoekers rond het park rijden nog verwoest. Middels een crowdfunding hoopten ze genoeg geld op te halen voor dit essentiële vervoersmiddel om het te vervangen. Gisteren ontving het museum nog een cheque van €5000 van de Nijmeegse bierfeesten dat zij hadden ingezameld middels hun statiegeldbekers. Strowijk Iwan, de duurzame woonwijk in Lent, bestaat alweer 8 jaar, zo laten zij weten via Facebook. Komend weekend wordt deze verjaardag gevierd. Ook loopt een aantal van de inwoners dan mee tijdens de Nacht van de Vluchteling. Ze vragen mensen om hen te sponsoren in het kader van een verjaardagscadeau. En de Vierdaagse kan nu echt beginnen. Op Instagram is te zien hoe het bedrijf van Velu vandaag dozen vol met medailles komt afleveren in Nijmegen. Ook de beloning van nummer 1 tot en met 63 zitten erbij. Het zomerse weer blijft maar aanhouden en stiekem koelt het ook iets minder snel af dan eerder werd voorspeld. Ook vandaag werd het lokaal nog zo'n 27 graden en de komende dagen verandert dat maar weinig. Morgen wordt eveneens een zonnige dag, wel met de nodige wind, maar opnieuw zo'n 28 graden in de regio. Ook de dagen erna houdt dit nog aan. Vrijdag en zaterdag wordt het nog steeds 27 graden, alleen de nachten belooft iets minder plakkerig te worden en zakken de temperaturen terug naar 10 tot 12 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en al onze uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf nou een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.